We beginnen wel serieus trouwens. Het overlijden van Johan Neeskens heeft ons natuurlijk allemaal doen opschrikken. Wat zijn jouw belangrijkste en meest... Nou ja, ik ken hem al zo ontzettend lang. Want ik speelde met Cambuur al tegen RCH. Toen was ik 19 en hij 17. En achter hem speelde, dat was ook raar, bij RCH, Arie van Eijden. De oude directeur van Ajax, ja. Maar toen was het al een groot talent, als jongetje van 17 jaar. En later natuurlijk met die grote wedstrijden meegemaakt. Barcelona, Ajax en Nederland zelfs al, WK in Argentinië. Het was een hele lieve jongen die af en toe ook wel eens kon ontploffen. En ook wel eens wilde dingen deed. Oké. In wat voor opzicht dan? Nou, nee, ik geloof niet dat ik daarover in detail moet treden. Oh, maar ik dacht wel... Maar hij kon ook heel ondeugend zijn. Oké, ik zou het daarbij laten, want in het verleden heb je het ook wel eens in andere Johan gedaan. Dat is niet overal even goed gevallen. Dus nee. Ik zou er een beetje mee oppassen. De waarheid kan heel hard klinken. Ja, maar soms kun je hem ook een beetje achterwege laten. Maar wat is het eerste wat jij... Ja, geweldige speler, man. Hè? Ja, goed absoluut. Middenveldman met Vanen, Gem, Neeskens en Wim Jansen. Ja. Echt geweldig, die zouden... Ja. Maar postertje op je kamer vroeger, of niet? Nee, ik had inderdaad die poster op mijn kamer van... jij ook, denk ik, Neeskens, Jongbloed, Vanegem, weet je, die hele groep in die WK. Je kon er bij de SRV-man kon je zo'n tribunetje krijgen, weet je nog, van plastic. Ik kreeg allemaal van die kleine beeldjes, die kon je dan verzamelen. Ja. Kon je hem zo helemaal opbouwen. Dus, ja, die heb ik echt gekoesterd, weet ik nog wel. Maar René, ik denk dat Neeskens de beste breker op het middenveld is die we ooit gehad hebben. Ja, Jan Wouters was een beetje... Ja, dat was ook een beetje hetzelfde type, ja. Maar jij had wel een poster, las ik toch vandaag bij de Telegraaf? Ik had ook een poster van Johan Neeskens. Ook van Cruijff, van Hanegem. Dat elfde van het Nederland, of dat Nederlands elftal, ja. Kijk, die hebben het Nederlands elftal... of die hebben het Nederlandse voetbal op de kaart gezet, wereldwijd. En, nou ja, 70 jaren, daar begon het mee. Daarvoor verloren we van Luxemburg. Ja, want ze maken je altijd belachelijk als je over de Hollandse school... maar deze gasten hebben de Hollandse school... neergezet in de wereld. Ik moet altijd zo lachen, dan hebben ze het over het gouden binnentrio, die oude lullen, weet je wel. Abel Enstra, Kees Rijvers en... Wilkes? Of niet? Wilkes, ja. En die speelden dan 1-1 tegen Saarland. Ja. Ja, het gouden binnentrio, ja. Nou, maar deze gasten, die waren wereldtop. En die wonnen ook Maar voor het eerst, hè, Nederland, hè, in die jaren 70.